Welkom bij SVZW TV. Een nieuw seizoen, een nieuwe trainer. Geert Veldhuis is de opvolger van Paul Krabbe. En vanmiddag staat dan op het programma de bekerwedstrijd tegen Dize West uit Zwolle. De geblesseerde Nigel Michels was ook aanwezig om te kijken hoe ze teammaten het gaan doen tegen Dize West uit Zwolle. Dize West begint al met een ingooi. Ingooi kan worden overgenomen door Kevin Amel en die paast dan door. En dan komt Jordi van Eck. Jordi van Eck die haalt dan een keer uit en dan gaat die bal ruim over. Maar geeft niet. Alle tijd om het richtpunt even goed scherp te stellen. Dan hier Dize West op Warit Simeri. Die kan de bal dan voorzetten. Komt dan bij Domingos. Nou, die houdt de bal dan even vol. En dan komt het broertje van Wahid Naima. En die schiet dan op de lat. En zo is SVZW dus gewaarschuwd. Dize West is een tegenstander om rekening mee te houden. Hier Mirko Swiers die de bal binnenhoudt. En SVZW krijgt dan een vrije trap. Nou, vrije trap wordt genomen. Wordt mooi ingekopt. En dan ook vlak langs Ruud ter Heijden. Reageert zich even af op de paal. Maar zo zijn er nog steeds de plaatstootjes die van SVZW komen. Hier met Michael Wensink. Michael Wensink die dan net naast schiet. Ook Dize West is dus gewaarschuwd. Maar in de eerste helft was het echt een leuk potje om naar te kijken. Iedereen kreeg zijn kansen. Hier weer een prachtige mogelijkheid voor Dize West. Maar gaat over geen probleem voor keeper Achterhoek. Dan weer een vrije trap. Biker wordt er onderuit gehaald. Muurtje wordt op afstand gehouden. Geen spuitbus hier bij dit voetbal. En al een prachtige mooie vrije trap. Maar komt op de lat. Spat daar uit elkaar. En Dize West kan dan uitverdedigen. SVZW toch nog wat feller. Maar krijgt hier een vrije trap tegen. Vrije trap wordt al snel genomen, terwijl SVZW nog de stelling in zat te nemen. En hier op nummer 12, dat is nog steeds die Wahid Simeri, die dan net naschiet. Goede mogelijkheid voor Dize West. Een corner voor SVZW met Swiers die bal voorgooit. Bartels die terugkopt en dan is het Holtkamp, Jordi Holtkamp, helemaal vrij. En maakt dan de 1-0 voor SVZW. Hier nog één keer in de herhaling. Maurice Bartels kopt de bal terug. Holtkamp staat helemaal vrij en heeft het inknikken. Prachtige goal voor SVZW. 39e minuut, 1-0 voor SVZW, doelpuntenmaker Jordi Holtkamp. Dan is het de tweede helft. En, SVZW komt uit de rust. Nou, Theewater komt nu ook nog er helemaal uit. Dus hoe zetten ze het voort? Agressief SVZW, dat wel. Met hier een goede mogelijkheid. Kevin Aarman raakt daar geblesseerd aan de knie. Een nare botsing. Blijft ook liggen. En wordt dan ook gewisseld. De derde wissel van SVZW, Kevin Aman, rug nummer 11, wordt vervangen door Tom Prumus. Hij speelt onder nummer 17. Ja, Tom Prumus weer terug bij SVZW. Een jaartje deto en eens kijken wat hij daar heeft geleerd. Kan hij nog dat sleuren, dat trekken in, dat, in de voorhoede? En hier weer een schitterende mogelijkheid. En ja, inderdaad, Ruud ter Heijden nu wel raak. Prachtig doelpunt, wordt ook weer helemaal vrijgelaten. En heeft dan het intikken. Prima doelpunt, 2-0 voor SVZW. 52 minuten om precies te zijn. 2-0 voor SVZW. Doelpunt te maken, Ruud ter Heijden. En dan is Dize West toch op zoek naar de aansluittreffer. Want 2-1, dan is er nog alle mogelijkheden natuurlijk. En hier een prima mogelijkheid. Echt, en dan is Michiel Achterhoek die goed uit zijn goal komt. De goal verkleint en kan worden weggewerkt. Dize West die ruikt toch dan zijn kansen. Maar hier een glijpartij. En dan kan Tom Prumus kan uitbreken. En dan overspeelt hij de keeper. En och, dan komt hij op de lat. Goeie mogelijkheid voor Tom Prumus om een 3-0 op de bord te krijgen. Een goede invalbeurt voor Tom. Hier de opkomende man van SVZW. Naar Jordi van Eck. Die ziet daar Mirko Swiers weggaan. En Mirko Swiers zet dan de bal voor. Wie tikt hem dan in? Dat is dan Joshua ter Avest. Met een mooie goal. In een keer naar Halle Mirko Swiers. Ziet hem vrij staan. En dan is het een kwestie van intikken. Goed uitgespeeld door SVZW. SVZW met een lange bal naar voren toe. Natuurlijk naar Tom Prumus. Die kan de kop erachter zetten.
En stuurt daarmee Bas Woesthuis naar voren toe. En die ziet daar Ruta Heide staan. En Ruta Heide helemaal alleen voor de goal. En kan hem dan prachtig intikken. 4-0 voor SVZB. Twee doelpunten deze middag van Ruta Heide. Deze West, ja, dan zakt moet je toch in de schoenen als er al een 4-0 stand op het bord staat. En SVZW die agressief blijft doen, een prima raakbal. Komt de bal dan weer terug. Hier Ruterheide dan op de keeper. Keeper kan nog wegwerken. En zo is het druk in het strafschopgebied van Deze West. Dan de keeper, die kan uitrollen. Maar SVZW is agressief bezig. Pakt hij de bal. Jordi van Eck kijkt eens even in de rondte. En dan schiet hij. En dan is het een prachtig doelpunt in de kruising. Jordi van Eck. Ja, dit is toch wel het mooiste doelpunt van deze middag. Jordi van Eck slaat 5-0 op het bord. 5-0 voor SVZB door een doelpunt van Jordi van Eck. Die dus niet gewisseld is zoals ik in de rust zei. Anders had hij deze prachtige goal niet kunnen maken. Ja, dan zit SVZW natuurlijk op een zetel. 66e minuut en 5-0 op het bord. Kan het dan nog meer worden? Ja, natuurlijk kan het meer worden. Kijk eens even hier, Mirko Swiers. Ja, dat is inderdaad een voorbeeld van een intikkertje. Maar ja, je moet er staan. Je moet weten waar die bal komt. En daar heeft Mirko Swiers altijd wel een neusje voor. 6-0 voor SVZW. ...66e minuut, 6-0 voor SVZW, doelpunt maken, Mirko Swiers. Ja, dan is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. En dan zie je ook dat ja, Deze West met de moeder wanhoop aan het rondspelen is. En ja, SVZW blijft agressief, ook met deze stand. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hier een prima uitbraak van Jordi van Eck. Wordt dan de bal nog een keer ingeschoten, kan de keeper redden. Ja, zo heeft die man toch nog wel heel wat te doen. Ingooien SVZW. SVZW bleef gewoon aanvallen, ook met die grote stand op het bord. Kijken of ze de marge konden vergroten. Ja, je weet het maar nooit hoe het dan verder loopt in dat bekercircuit. En dan hier Ruterheide met een, weer een goede mogelijkheid. Maar keeper Wolter stond dit keer goed op zijn post. Hier Joshua Teraves. Joshua Teraves met een mooie mogelijkheid, maar die gaat dan net langs. Er bleven de mogelijkheden wel voor SVZW en was Deze West ja, verslagen eigenlijk. Ik heb weer een prachtige mogelijkheid voor Mike Kerr, maar keeper Anton Wolters die stond ook weer op zijn post. Hij zegt, ik vind het wel genoeg geweest, hier komt er niet meer bij. SVZW makkelijk rondspelen natuurlijk met zo'n mooie stand en dan is het kijken van, ja, wat zijn er nog meer voor mogelijkheden. Hier dan met Bas Woesthuis, maar die verspeelt de bal en dan kan er worden uitverdedigd. SVZW, net wat ik zeg, het blijft fel en dat vind ik mooi. En hier Tom Prumus dan die de bal voorzet. Op wie? Mirko Swiers. Dan Ruterheide die helemaal vrij staat. Ja, die wordt dan onderuit gehaald. En ja, scheidsrechter heeft ook gezien. Wordt gepakt. Dat is dan een strafschop. Ruterheide neemt de strafschop zelf. Pakt hij een hoek? Nee, een prachtig stiftje gewoon door het midden. Paninka zeggen ze dan. Mooie goal. En zo staat er inmiddels 7-0 op het bord. Ja, dan wordt er een opmerking gemaakt richting de scheidsrechter. Dan komt er een gele kaart. En dat blijkt dan de tweede gele kaart te zijn voor Najai Ledwori. En die krijgt dan rood. Ja, en zo staat Deze West al met 10 man. Ja, dan is het eigenlijk allemaal al gespeeld. Tuurlijk is het al gespeeld met 7-0 op het bord. Maar Deze West wil dan toch nog een aansluitingstreffer, zoals dat populair heet. En dan is het Chimerie die de bal net naast speelt. Dat is wel jammer. Tuurlijk hadden we ze wat gegund. Maar ja, je moet er wel voor voetballen. En dan is het SVZW. Hier toch aan het eind van de wedstrijd. Nog een paar minuutjes te spelen. Hier met Kerr. Komt naar de zijkant. Dat Tom Prumus. Tom Prumus slingert de bal dan wel weer voor. En dan is het, ja, Ruterheide. Met alweer een doelpunt voor SVZW. Je ziet het ook aan de houding van de spelers van Deze West. Het is klaar. Het is over. We zijn op de slagbank geweest. Hier op het lage veld in Wierden. Scheidsrechter fluit af. En zo hebben we een mooie wedstrijd gezien. De eerste helft spannend. En de tweede helft waren het alleen maar doelpunten van SVZW. Tot ziens bij SVZW TV.